Wie in West ergens een bakje leut wil drinken, kan nog wel eens keuzestress krijgen. Het wemelt er namelijk van de koffietentjes. Op de hoek waar wij hier staan, staan er achter mij eentje, voor mij eentje, opzij twee, nog verder twee, verder achter mij drie, verder voor mij twee. Alleen al in de Jan van Galenstraat zitten er nu 11 en de Jan Evertsenstraat telt er zelfs 12. Ik denk dat het en met de Hallen te maken heeft. Omdat de stad dit als citybranding wil inzetten. Het Hallenkwartier hebben ze het nu ook genoemd. Dus ik denk dat het voor ondernemers interessant is, omdat het heel veel toeristen wordt aangetrokken. Ja, iedereen wil op een gegeven moment een kopje koffie drinken op een dag, toch, denk ik? Het is eigenlijk een beetje belachelijk. Waarom zou ik uit 30 verschillende koffietentjes moeten kunnen kiezen? Laat ze eens wat anders verzinnen, die horeca mensen. Toch zijn er ook veel mensen die graag een koffietje buiten de deur drinken. Wij zitten hier al 5 jaar, elke dag. So I'm a huge coffee drinker and I've had about 6 a day while I've been here. And they're kind of like on every corner, it seems. It's quite nice, yeah. Ik vind het wel gezellig in de buurt. Maar Stissy vindt dat de koffiezaakjes te veel op elkaar lijken. Ze zijn een beetje saai. Ik weet niet, er zitten allemaal dezelfde mensen die allemaal een beetje niksig zitten te kletsen. Hij krijgt bijval uit onverwachte hoek. Tegenwoordig allemaal industrieel en ruig en... Ja, weet je wel, wij wijken er niet vanaf hoor, dat is absoluut waar, maar ik denk wel dat er iets meer variatie in de Amsterdamse horeca, dat het meer dan welkom is. Maar toch ga je door? Ja, er is nog steeds geld in te verdienen, dus in die zin, ja. De groei is deze zomer wel al aan banden gelegd. Het stadsdeel heeft in juni namelijk besloten om alleen nog maar cafés, barren en restaurants toe te staan in panden die al een horecabestemming hebben. Doe maar santé, hè.